Op 14 mei van dit jaar voor een speciaal countdown-concert naar het Heem in Hattem vertrok, maakte Powerplay nog een boottochtje. Kees Baas was erbij. Dat is het leukste. Oh, haal jullie de camera uit. Nee, wat goed. Ja, hier. Ja? Iwa. Goedemorgen. Morning, lads. Morning. Ah, die Kees. Wat gebeurde er nou dan, Jan? Nou, ik ben van natuurlijk al een beetje stuntelig, dus ik glijd er gewoon per ongeluk in. Ik snap het ook niet. Zomaar. Ja. Ik kan toch leuk drummen? Ja, maar dat staat al buiten alles. Eindig dan. Ja. Vanavond spelen jullie in Hattem voor Countdown. Ja. Wat wordt het? 2-2. Nee, wat gek denk ik. Ik ben heel benieuwd. Hoe gaat het met jullie band? Heel goed. Ja. Jullie zijn nou een jaar bezig? Anderhalf jaar. En we mogen niet klagen. Wat is er allemaal gebeurd in die anderhalf jaar? Nou, we zijn eerst begonnen bij de Hearing. In het voorprogramma. De eerste maand. Toen kwam onze eerste single uit, Love Can Break Your Heart. En die deed gelijk wel aardig. Toen kwam onze tweede single uit. Daar zullen we het verder niet over hebben. Toen hebben we een LP gemaakt. Dat was in december, januari van het afgelopen jaar. En die was heel goed ontvangen. Make It Alone, de derde single, heeft heel goed gelopen. En nu gaan we Countdown doen, hè? Jullie hebben tussen die eerste twee singles en de LP een hele tijd lang alleen maar gespeeld, hè? Ja. Is dat belangrijk geweest voor de appreciatie van het publiek? Ja, je kweekt daarmee een eigen schare fans. Je kunt je repertoire wat op de LP staat, kun je een beetje uitproberen. En een beetje vanzelf wat het goed doet en wat het niet goed doet. En je raakt op elkaar ingespeeld. Je krijgt een beetje je eigen stijl. En dat kan allemaal nooit kwaad. Dus, ik heb eens gehoord over internationale plannen van jullie. Amerika? We werden opgebeld door de platenmaatschappij. Dat blijkt dat hij in september komt. LP Avanti komt hij in Amerika uit. Dus, is dat wel ideaal? Als het dat wordt. Ja, dat is wel leuk toch? Ja. Veel succes. Ja, bedankt. Hallo, met Jelle Hartelijk. We rijden wel naartoe. Is hier